Normaal gesproken liggen hier alleen maar jachten en kruisers. Die voor een deel nu in de winterstalling zijn. En hierachter zie je dus een van de grote binnenvaartschepen. Die tijdelijk hier neergelegd zijn, omdat we ze gewoon ergens anders niet kwijt kunnen. En als je dan daar kijkt, dan zie je daar dus een kotter en een sleepboot liggen. Ja, die liggen daar ook, omdat we ze ergens anders gewoon op dit moment niet kwijt kunnen. Het is, de haven van Urk is te klein. Op het havenkantoor stromen de aanmeldingen binnen. Dat weet ik. Maar ik kan natuurlijk geen ijzer met handen breken. Hè? Ik had op dit moment had ik de Pieternella, die had ik hier liggen. De A43 komt voor het havenkantoor te liggen. En dan vervolgens een skip 85 meter ervoor. En die zou dan net door kunnen steken. Moet er nog wat ruimte overblijven dat er wat gespeeld kan worden voor de deur nog. Oh, dan tenzij de N3 ernaast gaat liggen. Ik kan de A43 kan nog een keer draaien. Ja. Eerste instantie maar ervoor. Dus we moeten in ieder geval contact blijven houden. Dat komt echt aan op de meter, hè? Het komt aan op de meter, ja. Ja, het gaat om de kleine details. Dat is toch een bijzondere situatie, lijkt me, voor de haven. Het is heerlijk druk. En daar zijn we natuurlijk altijd blij mee, want daar doen we het uiteindelijk voor. Maar het is wel passen en meten en het is iedere dag weer de puzzel opnieuw leggen. Want het laatste schip is nog niet aangemeld, daar gaan wij vanuit. Het kan vandaag zo nog weer zijn dat er nog twee schepen bij komen. Nou, deze twee zijn bijvoorbeeld al aangemeld, maar ja, die zijn eigenlijk de laatste in de rij. Dus die hebben we hier op dit moment even drijven en kijken of we nog een plekje voor ze kunnen vinden. Ik heb hem al eens spreuken. Oh, jij hem al eens spreuken? Ja, gisteren heb ik hem spreuken. Oké, want die ging met na de kerst weer voort volgens mij. Ja. Maar past het dan wel allemaal? Nou ja, we doen ons best. Hè, en uiteindelijk komen we er altijd uit. Maar ja, het wordt natuurlijk wel tijd dat die nieuwe haven er komt. Hè, want Urk groeit explosief op maritiem gebied. En er komen steeds meer maritieme schepen met Urk-eigenaren. En ze willen allemaal hier in de haven. Ja, op een gegeven moment houdt het natuurlijk een keer op.